Hallo, welkom bij een nieuwe Let's Play. Let niet op mij, de stem. Dat is even wat ik één ding wil zeggen. Ja. Want ze is niet lekker. Het is ook overdag, anders kon ik niet opnemen. Het is om precies te zijn 13 minuten over 11:30. Mijn paard staat er echt fucking lonely. Daarnet, waar jij nu bent, ik meen het, ik viel gewoon naar beneden. En ik liep door en er stond echt gewoon. Je bent in een alleen in een toegankelijk. Je bent in een gebied voor alleen toegankelijke Je bent in sterren. een gebied, je bent in een gebied dat alleen toegankelijk is voor sterruiters. Ga terug naar Nee. Moorland. De mij stond echt rudders. Nee, bij mij staat de ruiters. What the fuck? Ben je ook teruggestuurd naar Ja, Moorland? ik ben in Moorland. Wat de fuck? Oké, we wouden dus een glitch proberen. Dat we naar dit gebied konden, hier al. Maar blijkbaar gaat dat niet. Nee, en ik ben er wel gewoon een keer random met de bus heen gegaan. Toen ben ik daar gewoon gespawnd. Wacht, ik ga even naar mijn bureaublad en ik ga even kijken hoe die ander dat heeft gedaan. Maar dan moeten we helemaal naar Figgeroop lopen. Is Of dat niet? zo? Ja, moet je even kijken. Oh fuck, dan moet ik even ergens anders mijn. Weet je, ik ga even naar Fairgrove, dan ga ik daar even mijn home stable doen. Ja, maar mijn is dat helemaal niet in Figgeroop. Nee, ik ga naar Steve. Wacht, ik ga gewoon Nou, naar wacht, Steve. zover is het nou ook weer niet lopen bij Van Verpinta. Nee, maar ik weet dat als ik lifetime word, Ja, maar ga dan dan. naar Steve. Nee, ik ga toch naar de bus. Ja, maar als je met de bus gaat, dan krijg je toch dat zwarte beeld weer doos. Dan moet je weer helemaal lopend naar dat dinges. Ja, waarom moet ik dan naar Steve gaan? Maar ik weet niet of zij op een paard was. Ik zal zo wel weer even kijken. Waarom moet Oh. ik naar Steve gaan dan? Nou, dan kun je toch die winkelglitch doen. Dan is het weer licht. Ja, maar of jij gaat me gewoon begeleiden. Dat kan ook. Maar ik ben wel lopend. Ja, maar dat maakt niet uit. Ik ben ook lopend. Maak hier mijn thuisstal van. Ja hoor, allemaal startpunten gaan op. Wacht even, best wel. Oké, ik ben er weer. We hebben dus. Ik heb dus mijn homestal even bij Steve gedaan. En dan ga ik jullie precies uitleggen hoe en wat. En hoe je dus eigenlijk naar dat andere gebied kan. Ik heb het nog niet gedaan. Dus dan Waarom kan dat kan je die makkelijk. glitchen ineens niet meer? Ja, laatste dag van Maya dat ze starrijder is. Hey, doneer even allemaal een euro, zodat ze zo snel mogelijk lifetime kan kopen. Maar de serie dan, als ik geen lifetime mag kopen, dan zitten we ook met de serie. Ja, maar we hebben sowieso deel 7 is al, hè? Ja, oké. Okay. Deel 7 is al gefilmd. Volgens mij gaat Jennifer die gaat doen. Ben je al bij de bus? Meestal kom je nu even naar Fort Pinta. Ben ik al? Ik sta al bij de bus. Ja, maar ik sta al bij mijn home. Nog 2 minuten. Meestal kom je, dan ga je me even begeleiden. Wat dan? Heb je die glitch al gedaan? Ja. Oké, okay. Kom maar de trailer. Doe maar ook even in groep. Ik sta bij de hele mooie Oké, ik groep. ga eerst Maya even Oh, wauw, het is begeleiden. weer een mooie renning hier. Oké, doe maar Dus even in de groep. dan moet Maya even wachten straks voor de. Doe maar even in de groep. Oké, thanks. Voor wat? Nou, als ik het doe. Loop niet zo snel, tering. Ik loop niet snel. Kom dan. Mooi. Was er al hoor. Nou vind ik mijn poppetje griezelig. Ik zie hem Nou net. is het letterlijk 3D. 3D. Ja. 4D. Nou is het ook gewoon zo griezelig, want je ziet daar heel mooi dat kerkhof. Dit moet apart zijn. Oh, we kunnen Waarschijnlijk hier wel langs. zie je daar die dokter daar bij bodycheck onder de grond. Oh, die dokter hier zo. Ja. Waarom is mijn stem zo fucked up? Hallo, pony. Wat ben jij mooi onder de grond? Ben je dood?
Ja, het komt straks pas tot leven. Waarom pak ik niet gewoon mijn paard? Dan moet ik straks weer helemaal terug. Oké, daar zijn we weer. Ik ga nu naar een winkelcentrum. Ik heb mij net even beglaglight. Beglaglight. Licht. Fuck it, nog 2 minuten. Dit is niet leuk. Ik wacht hier wel 20 uur. Ja, is goed. Ik hoop dat het me gelijk gaat lukken. Mij lukt het in 3-4 keer. Zo, die kat wordt ineens fucking spastisch hier, hoor. Wat heb jij nou weer last van, joh? Nee, dat gaat niet, Kiara. Nee. Nee. Oh my god, dat kind is zo grappig. Echt van die onlogische dingen. Oké dan, die kat heeft ook onlogische dingen hier al. Nog een minuut. Zeg, ik moest ook net 30 seconden wachten toen ik op het dak kwam. Wel jammer dat we die roze lichten nu niet meer hebben. Hebben we die nodig dan? Nee, maar dan kan je sneller naar Veerkroof. Zo. Beetje paard. Oh, een beetje paard, ja. Ik was echt om 11 uur schrok ik wakker, hè, vanmorgen. Hoezo? Oh, ik schrok om 5:50 wakker. Wow! Ik schrok niet wakker, ik hoestte me eigenlijk gewoon wakker. Dat is echt vroeg. Hey, bus! Hey bus. Toet toet, daar komt de busje. Hallo busje, ik ga met jou mee en ik ga even glitchen. Dus die komt zo, dus die komt zo, dus die komt zo. Oké, we zijn in het winkelcentrum. Wat gaan we doen? Je neemt bandycam. Je zet hem op 5 VPS als je gaat filmen. Of... je doet het met deze. Ik ga eerst kijken of het met deze lukt. Gewoon niet. Gewoon echt niet. Nee, niet. Beeldkwaliteit. Nee. Ja, of met je beeldkwaliteit. Maar dat gaat niet bij mij. Dus ik ga het even met deze proberen. Wee. Hallo, ik wilde erheen. Ik zag wel de andere kant. Oké, ik ga het hier proberen. Hé, hey, ja, meneer de conciërge, don't mind me. Ik doe niks. Ik ben alleen maar lief aan het doen. Nope. Je moet echt even geduld hebben, hoor. Ik heb er niet veel zin in. Maar ik vind het in 3-4 keer ongeveer. Oh, yo, begon. Wees niet zo. Oké, okay, ik ben er. Nu, lekker doodvallen. Doe ik ook. Vind ik dat geweldig. Wow, ik ben snel dood. Ik ook. Ja, maar je paard ook level 6, hè? Mensen, doe even een duimpje omhoog als... wow. Hi paard. Ga weg. Ja, maar jouw paard level 6, hè? Dan ga je sneller dood. Mensen, doe even een duimpje omhoog als ik meer speedpaints moet maken. En doe vooral een duimpje omhoog als Maya ook speedpaint moet maken. Op mijn kanaal. Waar heb jij je homestable? Dat zeg ik net, joh. Dove. Waar heb jij je homestable dan? Nu hier. Net Epona. Hey, hallo! Jij bent er echt, jij ziet er echt creepy uit. Hallo. Het leek wel op een papier schuik. Ik zeg maar, ik ben een zombie. Volgens mij... ga eruit. Oh nee, wacht, mijn laptop staat gewoon scheef. Waarom kijk je zo eng? Kom. Oh, nou, ik ben totaal goed, zombie. Hé, hey, kom hier. Ik wil jou een groep vragen. Oh.
Zo, dus als jullie nu zien... Als jullie ook naar mijn map kijken, is het ook echt gewoon... Jorvik stad, Jorvik city winkelcentrum staat er. Ja. Ingang, uitgang, café, kleding, paarden, paardenaccessoires. Ja, trappen. Trappen, podium. Oh my god. Het is echt niet goed hoor. Nee, vast niet. Wij zijn gewoon stout. Ja. Waar heb jij je homestable? Nu Steve. Het moet nog 20 minuten lopen. Alleen die update van vorige week is echt kut. Het is echt gewoon... Hoi, welkom bij die nieuwe update. Er zijn nieuwe paardenkleuren, doei. Nee. En er was paardenmarkt, hè? En nieuwe kleding, jee, wat leuk. We weten nooit wat het is. Echt zo. Hallo, we hebben nieuwe kleding. Oké. En wat is het? Wat? Ja, zoek het dan lekker zelf maar uit. Ja, echt zo hè. Ik vind mijn paard zielig. Echt zo van, je krijgt echt gewoon nieuwe kleding voor je snuffert gedouwd. En je moet maar gewoon uit gaan zoeken wat het nieuwe is. Ja, precies. Jee. Komen jullie bedankt nog wel op die berg? Jawel, dat moet lukken, want dat is hun toen ook gelukt. Ja, maar wij zijn hun niet. Jawel, ik ga kijken of het hier lukt. Nee. Het is de stijf omhoog. Hi, ik ben dood. Ik heb dit ook gedaan met mijn paard, dat lukte niet. Ik kwam er al aan. Ja, ik kwam er wel op, alleen. Ik kon niet heel ver. Volgens mij moet het gewoon daar lukken, waar ik ook met mijn paard weer op ben geweest. Ja, maar ik ook. Oh, jawel! Ik weet waar. Oh het moet lukken! Tada! Nou moet ik alleen hier nog omhoog. Oh, dat gaat mij redden. Kom op. Tada! Oh my god. Ik ben er. Dit is zulke goede mooie. Oké, wacht. We genieten even van de uitzicht. Ja, yeah, daar staan. We moeten gewoon hand in hand staan. Nou. Ik moet even huilen hoor. Blijf staan. Godver. Ik blijf staan! Nou, waarom ik hoor echt die auto's bij jou voorbij komen. Ja. Kiara, hou eens op. Beter zet je niet met je hand op mijn kom. Ja, lekker hoor. Oké, kom, we gaan naar beneden. Wow! Oké. Okay. Oh ja, tuurlijk. Kan ik even naar boven. Wat een feest, hè. Ik neem het woord ook over Lotte over. Wat een feest. Van haar. Laten wij mooi gaan schuiven met ons. Nee, ik ga hier doodvallen. Waar ben jij? Weet ik veel. Ergens in mijn fucking nowhere. Ik ben er al. Ja, maar ik niet. Dat vind ik oneerlijk. Waarom kom ik hier niet doorheen? Ik kan ook echt gewoon niet terug. Oh, ik moet even opnieuw de berg op. Denk ik. Oh nee. Hi. Daar kan je niet naar beneden vallen, want dan val je dood. Ja, weet ik. Maar ik moet opnieuw de berg op. Alleen, ik kom hier niet echt meer naar boven. Oké, ik moet even opnieuw de berg op hoor. Ik kom niet meer neer op het neer. Je moet deze kant op lopen. Nee.
Ja, dan mag je mezelf even zeggen wat je wat ik zie uit China. Nee, niet daar! Ja, hier die grote berg op. Oh, dan nog eerst die fucking berg op. Ik ben er bijna. En dan ga je deze kant op. En dan ga je hier, ga je ongeveer glitchen. Oh, maar ik glitch al gelijk van het bovenaf aan, dat lukte daarnet ook. Wow! Ja, ik kom heel mooi naar beneden vallen, hè. Zo. Je bent er nog niet doorheen, hoor. Nee, weet ik. Oh my god, what the fuck gebeurt er met jou? Ik ben naar beneden aan het dieven. Ja. Oh my god, jij glitst door die grond heen hier, hoor. Oké, okay, dan kan je vanaf nu wel verder. Ja, maar daar echt zit er ook nog een muur. Oh my god, dat is een mooie bot. Daarnet, ik meen het, ik liep hier en dan stond echt zo... Moment van de waarheid! Yay! Yay, we kunnen doorlopen. Hi! Oh wauw, mooi ja. Oh my god, ik had een keer een filmpje gezien van een Mars vlog. Zodat echt een heel eng persoon daar stond ergens. Oh my god. Ik meen het, ik durfde echt niet heen. Het was heel eng. Zie dat hier beneden. Ja. Ik ben gewoon al fucking veel verder. Ik heb geen zin om naar beneden te kijken. Ik wil paardeneiland zien. Ik wil mijn beginnerspaard halen. Dan moet je zwemmen. Weet ik. Ik zie jou al gaan hoor. YOLO! Ik ben een vis, oké. Okay. Leuk. Wow. Wow! Die kat is spastisch aan het worden. Oh, jij bent daar. Ik ga langs het water. Oh my god, ik zie een vuurtoren, mijn beste vriend. Wanneer gooien ze dit eigenlijk open? Dit is gewoon belangrijk. Hier op Starship hebben wij gewoon een leven. Het heeft hier gewoon swag. Weet je hoe mooie foto's je hier maken kan? Oh my god, we moeten naar de vuurtoren. Ik heb vrienden, jongens. Vrienden. Bij de vuurtoren. Ik heb vrienden. Oh my god. Dat is swag. Ik zie zwevende boompies. Ja, cool hè? En ik zie een vuurtoren. Hallo. Nou, waarom komt niet de vuurtoren in? Deze vuurtoren is klein. Laten we naar beneden vallen. YOLO. Dat is een ijsbeer. En dit is water. Waarom is het hier zo cool? Komen we daar nog omhoog? Jawel. Jawel, is het een soort van trapje zonder tredens? Een paadje zonder pad. Kijk, een heel mooi padje. Oh wauw, kijk die bosjes hier! Oh my god! Dat wil ik ook gewoon, oké. Okay. Dat wil ik ook gewoon in mijn tuin hebben. Zwevende boompjes. Oh my god, die bomen. Ik heb het afgehakt. Het is net Minecraft zo. Ja. Als je er een stuk uithaalt. Ja. Kijk, ik ben een boom. Onk, onk. Ik ben een boom. Het is heb ik gewoon een halve stam. Als ik achter me kijk, dan zie ik gewoon niks. Wacht even. Oh, ik kan nu door de boom heen. Wacht. Probeer eens door te lopen. Ja! Gaan we eten! Nee, je gaat niet eten. Oh my god, dat wil ik ook gewoon. Een vijver met een boompje erboven. Ja, toch? Hier nog meer boompjes. Maar hier ergens kon je ook naar boven en dan had je een heel eng mens. Ja, die hebben ze er gewoon ingezet hoor. Ja, gewoon heel random, maar toch is hij heel eng, omdat hij ineens gewoon ergens naartoe zal teleporteren. Ja, laten we deze berg op gaan. Wee! Oké, dat lukt. Oh my god, ik wil deze boom zijn. Oh ja, ik ben in de boom. Niemand zal mij vinden. Want ik ben een boom. Wat een quote. Oh, ik zie mijn poppetje heel dichtbij. In een boom. Kom.
Een boom. Zo. Hey, boom. Oh my god, jij bent ook een boom. Daarachter staat paardeneiland. Ja, daar achter, hè. Weet je wat ik me eigenlijk ooit had beloofd? Ik had echt zo gezegd van, ik ga nooit een paard naar paardeneiland sturen. Alleen toen kreeg ik nog meer paarden en toen... was echt zo van, je kan niet... Ja, maar ze moeten meer paarden in je stal. Gewoon meer ruimte. Ja. Want eerst konden er 12 paarden of zo in je stal. Ik weet niet of je hier verder kan. Mij lukte het vorige keer niet. Ik kan overal verder. Oh, maar hier is een heel mooi krachtveld. Dus dan moeten we weer gaan glitchen. Ik hoop dat het lukt. Ik heb het vorige keer ook echt 10.000 keer geprobeerd. Ja, met mij lukt alles. Oké, ik ben verder. Waarom ik niet? Ik was er ook bijna doorheen. Ik wacht al even op jou. Oh, wauw, daar zit dat eiland van Epona waar we toe zijn geweest. Let niet op mij. Nee, ja, ik glits door de grond heen. Ik ben al doorheen. Nope. Waarom lukt het mij niet? Ik wil Horse Island zien. Ja, ik ook. Volgens mij daar is Horse Island. Waarom kom ik hier niet doorheen? Ik zie Horse Island! Ja, maar ik wil het ook zien, maar ik kom er maar niet doorheen. Hoe ben jij er doorheen gekomen? Met Bendy. Maar dat heb ik niet. Ik zie de palmen. Oh my god, ik zie niet mijn paard. Moet je lukken. Ja, maar het lukt mij niet. Ik ga op dit eiland staan. Waarom lukt het? Oh, ik kan niet op dit eiland staan. Ja hoor, val jij even dood. Ik val niet dood. Nee, ik wel. Oh my fucking god. Moet je lukken, mij lukt het ook. Ja, maar jij bent die, ik niet. Ben ik er doorheen? Nee. Ja. Volgens mij ben je er doorheen, niet? Nee. Nee. Zo, dik krachtveld. Als ik hier sta, jij daar. Weet je hoeveel een... Ja, nee. Weet je hoeveel ik lag? Plus nog eens lag van mijn beeldkwaliteit schuiven. Arme jij. Kom niet verder. Verlaat me niet. Ik kom er echt niet doorheen. Jawel, moet je redden. Oh, wow. Je bent er doorheen. Ik ben er doorheen zonder dat ik iets deed. Oké, daar is Horse Island. Oh my god. Je moet even wat verder, dan zie je die palmbomen staan. Kijk maar. Oh my god. Maar ik meen het, ik kwam nog letterlijk doorheen zonder dat ik iets deed. Echt wel. Maar ik moet gaan eten. Nee. Wel, dat moet ik wel. Nee. Wel. Nee, want ik wil het verder. Dan ga je dat zetten. Je film toch even op stop. Dan gaan we zo weer verder.
doe je dat toch? Dan moet ik hem even op bureaublad zetten. Ja. Nou, tot zo. Tot zo. Oké, we gaan even wachten tot Maya terug is. En dan gaan we verder met deze glitch. Dus ik ga hem nu even op bureaublad zetten en dan ben ik echt heel snel weer terug. Oké, zijn we weer. Jezus, waar is dat kind heen? Ik ben bang. Wat dan? We zijn in de buurt van een enge persoon. Helemaal niet. Jawel. En ik ga verder met de boeit. Oh nee. En waar moet hij zijn dan? Ja, daarboven. Is het ook echt een Star Stable persoon? Ja. Een karakter, geen naam. Oh wauw, dit gebied vind ik heel mooi. Ja. Horse Island! Ik ben echt zo blij dat ik dat heb gevonden een keer in mijn leven. Het water is trouwens wel helder. Oh my god, ik voel het water in. Waar boven? Daarboven. Kan je daar überhaupt naar boven? Ja. Nope. Yep, nope. De smaakpupillen zijn nu al dood. Oh ja, wel hier kan je naar boven. Waar ben jij? Oh, jij bent daar. Ik weet dat ik ga dit spullen zitten, maar gewoon mee doorslikken. Moet je wel water bij nemen. Wacht even op mij. Je wacht ook gewoon niet, hè? Nee. Nee. Ik vind deze bomen trouwens wel mooier dan. Oh, nee. Ik zie jou echt weer omkeren. Bye bye, bitch. Ik kan niet sneller rennen dan dit, ja. Ik ga de persoon zoeken. Als je moet beginnen, dan weet je wat er is. Oké. Ik voel water. Nee. Ik geloof het niet. Ik weet niet waarom, maar ik geloof het gewoon niet. Er is hier met iemand. Dat kan niet. Jawel. Horsevlok, zei je? Ja. Ik weet niet, dat is echt een poosje voor jou. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ah! Ik kom hier niet omhoog. Ik zag je vrij veel. Ik weet het. Ja, hun stonden echt daar gewoon iemand en daar. En diegene verplaatst telkens. En... Ja, maar dat kunnen ze er zelf ook in hebben gezet, hè? Nee, dat was echt niet zo. Ik zie nog niemand. Nog niet. Nog niet. Ik ben best wel creepy. Oh wauw, je kan hier naar boven. Eet nooit een paracetamol op. Maar niet voor lang. Oh, ook hallo? Ik eet nog liever een lepel met zout. Een lepel met zout, oh my god. Ik slaap van een paracetamol. Yes, ik ben boven. Oh my god, ik dacht dat het een munt was, alleen het was een blaadje. Oh wauw, mooi uitzicht hier. Oké, ik ben echt bang. Ik weet wel hoe dat persoon eruit zag, niet echt een heel eng. Welke horse vlogs? Horse vlog met 3 zetten. Wacht, ik zou wel even typen. Oh, die, ik heb hem al. Oké. Ik zal ook even kijken hoe die heet. Ik misbruik gewoon. Saté zou ik zeggen.
Eeuw, eeuw, eeuw. Het lijkt wel of de paddels in de mond nog vies wordt. Ik heb het alleen niet van iemand die eet. Het is wel iets van een jaar geleden. Oh my god, een pad. Daar. Hier! Ja, maar ik ben even niet zo stil. Daar. Ja, maar ik zie hem niet. Oh my god, dit is cool. Een pad. Daar. Een jaar geleden. Ik zit nu op 2 maanden geleden. Helemaal naar links. Nee. Nee, rechts. Rechts. Als je eraan komt lopen, helemaal naar rechts. Oh my god. Dit loopt echt vet ver door. Ja, we komen even terug aan het witte. Bij bomen. Heb je boompies? Ja. Dan heb je zo'n pad. Echt letterlijk een pad. Ik kom wel even terug naar dat pad. Ik zie nergens een pad. Ik weet het niet hoor, maar ik zie echt geen mensen hoor. Misschien is het hoezo alweer een jaar geleden? Ja, weet ik niet precies ongeveer, denk ik. Misschien is het ding ook al wel een tussentijd eruit gehaald hoor, denk het wel. Ik ben nu bij dat wit, ik zie jouw stipje. Oké, ik jou niet, oh jawel. Oh ja. Ik zag het wel goed. Oh, een mooie handschoenen. Ja, daar ja. Oh, cool. Ga gewoon het pad volgen. Misschien zien we dan het huis van het enge persoon. Is hij wel spooky? Het ziet er wel mooi uit. Oh nee, we hebben hier 2 wegen. Oh nee. Ga gewoon rechtdoor. Ja. Aan de ene kant ziet er ook wel een beetje creepy uit. Echt zo een heel spooky gangetje. Hey. Als het hier nou gewoon doodloopt. Oh nee. Oh my god, het loopt echt gewoon door. Jezus. Ik let ook niet op, hè, want ik ben ook wat andere dingen. Ik ben dat ding aan het zoeken. Hier is de muur zo wazig. Oh wauw. Hier zie je dan. Echt, hier is het steen en hier is het zand. Het is hier echt vet mooi en hier echt vet lelijk. Het loopt echt vet ver door. Straks zien we het winkelcentrum. Cool. Oh, wauw. Oh my god. Ik ben blij dat we dit hebben ontdekt. Wow. Oh, dit is echt vet gaaf. Wat staat daar verderop? Is dat een hek? Ja, volgens mij wel. Ik het beweegt me. Volgens mij. Het beweegt niet. Het is een hek. Oh, gelukkig. Je moet niet zo panisch doen, jij. Dit is een boomstam. Ja, het is een hek. En nog een hek. En nog een hek. En nog een hek. Ik kijk, een panisch. Hek. Ik ben niet panisch. Ik wees gewoon een hoede. Het gebeurt echt niet, hoor. Ik denk dat ze dit er gewoon zelf in hebben gezet. Nee, echt niet. Dit hoort gewoon een extra lange let's play. Oh wow. Oh, dit ziet er echt heel raar uit zo. Deze oppervlakte. Ja. Kan ik niet omhoog? Nee. Gewoon niet. Kom maar. Oh, en nou ben ik de weg kwijt. Oh hier. Jij bent hier. Kom maar, volg mij maar. Wow, dit valt. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. Holy damn. Jezus, hier het hele pad dan. Lijkt hier een beetje op veel deel meer, misschien een beetje. Op een kapot. Het ziet er wel heel mooi uit. Waarom gooien ze dit niet gewoon open? Omdat ze dat misschien volgend jaar gaan doen of zo.
SSO. Doe het gewoon nu. Morgen? Ja, dat dus niet. Nee, morgen niet, want dan ben ik toch geen Star Wars. Nee, dat doe ik toch niet aan. Althans, ik ben er toch wel geweest een paar keer. Wow, wow, wow. Zeg maar een poppetje rennen, zeg helemaal naar voren. Leuk. Nee. Ik moest hier afslaan. Oh, wow. Wow, die dit paarse is... takken, deze boom. Hè? Huh? Welke boom? Met die paarse takken hier bovenaan. Waar ben jij? Voor je neus. Oh, daar. Dit ziet er echt heel mooi uit, eigenlijk. Ja. Dit lijkt me echt super leuk om hier te rijden. Ja, wat jij zegt, een beetje Vennendeel-achtig iets. Ja. Oh, gaaf. Was ik hier nou maar met mijn paard? Hadden we nu nog maar die losse lichten? Ja. Maar we hadden het zullen over dat die losse lichten weg moesten. En dan willen we ze terug. Oh, oh. Okay. Oh, hallo. Normaal gebied. Oh my god, weet je hoe ver dit doorloopt? Jezus Christus, hé. Oh my god, nog meer water. Oké, okay, welke kant gaan we op? Oh god. Links of rechts? Laten we splitsen. Nee, we gaan ieder gewoon, we gaan zo samen. Nee, we moeten splitsen. Nee, ik ga niet splitsen. Ik wil echt samen. Ik wil echt gewoon samen ontdekken. We gaan eerst hierheen. Oké. Okay. Ja, maar dadelijk gaat het helemaal naar de middle fucking nowhere. Dan weten we het niet meer terug. Nou, en dan gaan we gewoon uitloggen. Dan zijn we gewoon weer bij het winkelcentrum. Misschien is het wel een rondje wat we gaan lopen. Hoop ik. Oh, als nou de sneeuw weg was, hè, dan was het helemaal mooi. Oh, dat was wel helemaal mooi, ja. Wacht. Stop eens. Kijk, we gaan een rondje lopen. Oké. Dus. Waarom is dit gebied zo mooi? En waarom groot. Waarom is het mooi dan in Pona? Waarom is dit zo groot? Dit is volgens mij nog groter dan in Pona, hoor. Volgens mij ook. Dit is gewoon letterlijk drie kwart van... Drie kwart niet. Eén... Ja, maar jammer dat ik nu niet op de map kan kijken waar we zijn. Nee. Eigenlijk moet je dan terug, eigenlijk moet je de hele glitch opnieuw doen. En dan moet je voordat je in de bus gaat, je map al openen. Dat kan je wel zien. Oh my god, dit is echt fucking mooi. Volgens mij gaan we inderdaad een rondje lopen. Ik ben blij dat we deze glitch hebben gedaan. Ja, dat jij aan het opnemen bent. Heb je toch nog wat moois gezien voordat je non-star rijder wordt? Ja. Oh, wauw. Ik ben echt onder de indruk, weet je dat? Ik ook. Ik zit echt serieus met grote ogen en open mond te kijken van... Oh. Waarom gooi je ze... Ja, ik zit ook echt naar alle bomen te kijken en echt naar alle hoeken en alles. En ik zit op een dopje te kauwen van mijn neusspray. Lekker. Ja. Oh, oh. Hoi. Ik zit half... Ik kijk naar mijn bureaublad. Kijk mij. Als ik nu netwerkfout krijg... Hé, kijk mij. Oké. Maar ik weet als ik... Oei. Als ik nu netwerkfout... Oh my god, ik kan gewoon over het water heen lopen hier. Je bent Jezus. Als ik nu netwerkfout krijg... Oké, okay, ik kan tot hier en niet verder. Oh. Ik ga terug, want mijn dinges beginnen een beetje te glitchen. Oh, nee. Dit ziet er gaaf uit. Help mij. Daar nog meer! Nog een pad! Ja, ik sta vast. Ik meen het, ik sta vast. Nee, je moet omdraaien. Lukt niet. Echt niet? Dat meen je niet. Oh, zeg niet dat dit waar is! Jawel, dit is waar. Nee! Oh shit, ik sta ook vast. Nee, 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 nee. Oké, okay, we gaan hem even opnieuw doen. Jamola! Jawel, we gaan hem even opnieuw doen. En dan stop ik hier even de opname en dan plak ik hem er gewoon weer achter als we er weer zijn. Hoi, welkom terug.
Ik heb besloten om er een deel 2 van te maken, want het duurt anders echt fucking veel te lang. En wij zaten fucking vast. Heel gefeliciteerd, leuk. En het was Kijk, wij echt gaan nu super mooi. terug. En dan gaan we, als wij daar weer zijn op dat punt, dan gaan we gewoon niet het water in dit keer. Nee. Het was echt super mooi en ineens gewoon. Je staat vast. En als wij dan weer terug zijn, dan start ik de opnames weer en dan begin ik gewoon een nieuwe let's play. En dan kunnen jullie gewoon naar deel 2 kijken. Want ik wil dit echt wel even bekijken hoe het er allemaal uitziet en Dus zo. we moeten eerst moeten wij per glitchen en daarna moeten we 30 uur gaan lopen. Ja, dus dat komt wel goed. Dus dan maak ik er gewoon een deel 2 van. Dus ik weet dat jullie niet kunnen wachten, maar wacht gewoon maar tot morgen of zo. Dus bye bye, mensjes. Even